wat er in de brieven zit. We gaan eens kijken. Hè. Denk het wel nog niet. We gaan toch eens kijken. Nog helemaal niks. Die zijn nu aan het kussen daar, zeg ik. Die twee. Allee, dat waren ze dan toen voor de... Ja, nu gaan ze terug doen. Dat was voor de camera, hè. Dus die waren aan het kussen, maar nu niet meer. Wanneer je toch eten kunt bestellen, niet gesponsord trouwens, ook niet altijd McDonald's, maar vertrekt denk ik dat mensen ik wel altijd McDonald's eet, hè. Doe de kids en video's, hè, dan, maar nee, ik eet niet altijd McDonald's, ik eet maar één keer om de zoveel, maar ik ga wel eens kijken of de beenhouwer nog open is. Ik ga straks een TikTok maken over mijn haar. En check zo, wacht even, hè. Beenhouwer, dat is altijd zo, je moet dat intypen en dat is altijd een miserie. Beenhouwer. Brugs. Okay. Ja, nu weet ik wel precies. Die afbeelding moet ik niet hebben van eten. Hè. Ik weet ook wel dat dat eten is. Deze is open. Dus nog open, hoe lang is die nog open? Oh nee, dat is altijd zo. Als je er moet op drukken, dat is altijd zo een miserie. Gesloten, onlaat. Stoot op donderdag, stoot op woensdag en op vrijdag tot 16. Oh. Oké, dan kunnen we er straks naartoe. Dan kunnen we dat even opeten, onze frietjes. En dan kunnen we er straks naartoe voor twee hamburgers te halen. En ook nog, ik ga kijken of hij ook bakboter heeft. Dus dat wil ik ook nog bakboter. Dus dit gaan we eventjes. Dit heb ik besteld. Frietjes. Ik heb nu niet waarom dat je bedipt. Omdat dat makkelijk tenminste voor mij uit te spreken. Het is echt super lekker. Top. Ik eet het niet vaak. Maar soms moet ik als ik er zonder ga. Dus, Ach, lekker. Zo, we gaan richting de deur. Zo. Ik heb een kaart bij. Ja, het is het belangrijkste, want zonder kaart kan je niet betalen. Dus we zijn nu aan het wandelen naar de beenhouwer. Het is er altijd heel druk op dit uur van de dag. Dat is niet normaal. Maar het valt nog mee van koude. Ja. Dus het valt nog wel mee. Ja, er is wel wat wind eigenlijk buiten, dat wel. En hier hebben we gisteren ook gefietst. Dat kun je zien in de vlog van gisteren. Ik ben al een tijdje natuurlijk thuis. Daar zit de poes. De poes te huizen. Te kijken. Konijnen lopen hier ook de hele tijd rond. Wij gaan koken namelijk. Ja, koken is veel gezegd. Koken, koken, een kindje, koken is twee. We gaan namelijk de micro opsteken. De kommetjes pakken. Dus, mijn hand doet altijd wel een beetje pijn, maar ik ga hier in het bad te komen en ben vergeten. Om dat terug aan te doen, stom van mij. Dus, ik mag het niet, maar ja, ik doe het nu zo. Voilà. Kun je hoofdje aan.
microgolf aanzetten. Zo. Dan krijg je de diepvries. Normaal ook al het aardappeltje zo die komt op de paard. Zo. Dat was lekker. Ja, ik heb in de Carrefour heb ik voor kindje deze meegebracht. Niet gesponsord trouwens, gewoon meegebracht uit de Carrefour. Deze. En dit is dus van alle voedsels in. En dat vind ik dus kei lekker. Dus dit van alles in eigenlijk heerlijk. Krokant stond erop, dus met saus. En je moet af en toe eens poesje verwennen, dus daarmee dat ik dat ga doen. Nu gaan we dat. We gaan dan nu het vlees pakken. Dat we gaan halen zijn natuurlijk. Het staat echt wel een beetje laag. Oké, is beter. Moeten we altijd een paar keer bukken. Dat is niet zo leuk. Dat is het vlees. De mensen die gaat vlees plezier. Vlees. Konijn loopt hier alle kanten uit. Pas hem op. Dat is een groot gezicht. Weet je geloof, konijn en kat zijn samen. Dat hebben we niet gewend. En ik kon niet wat zien, maar daar is dus het konijn. En de kat die is daar gelopen. Die zit daar onder die tafel, maar ik denk dat je ziet. Die zit daar. En daar zit de konijn. Maar het is donker, zeg het. Je ziet er niks van. En er zijn sterren in de lucht. Maar dat zien ze ook niet. Dus niets dat eigenlijk te zien valt. Op de camera. De konijn wil niet naar buiten, maar dat moet ook niet. Ze moet niet naar buiten, dus. Zo, dan gaan we die hamburger lekker pakken. Zo, dat plastic eraf. Het andere konijn is ook naar buiten. Er zijn alle drie diertjes zijn naar buiten. Dat is een wonder op zich, want ik zeg het, de kat, zie je mij goed, wil nooit naar buiten normaal. Dus, dit is de eerste keer. Dat ze naar buiten gaat met konijntjes. Dus, ze hebben niet veel gedaan. Ik zou denken, er is geen andere optie. Je kunt de konijntjes ook niet tegenhouden, dus die gaan automatisch mee naar buiten. Zo, dan ben je erin. Voilà. Zo, ik ben net al live geweest trouwens op TikTok. Dus kijk wat die konijntjes aan het doen zijn. Oké, okay, zit er goed in, mooi, waar is de kat? Goed in toch, dat natuurlijk allemaal. Dat is heel belangrijk. De kat heeft lekker eten opgegeten. Dus het eten. Ik heb er gewoon TikToks van gemaakt. Ik heb heel veel TikToks gemaakt. Ik heb van de middag trouwens McDonald's gegeten. Trouwens niet gesponsord. Ah, ja, dat heb ik jullie laten zien. Dat moet ik nog bij het papier doen. Dus. Dat is dus niet veel gebeurd vandaag, zeg het. Ik ben vergeten te filmen met de beenhouwer. Dus ze zitten daar staan met konijntjes. Is dat hier? Hier staan ze. Het vlees gaat nu een pakje in de in de pan. En daar zit de maan. Kun je dat zien? Daar zit de maan. Echt zo heel laag zo. De maan is echt daar. Helemaal. De sterretjes dat die kun je natuurlijk niet zien, maar daar is de maan dus. De maan, dat kan niet verder dan dit. Probeer die beesten binnen te krijgen en die luisteren niet. Ze luisteren wel een peer. Zie ze zitten. De kwakjes. Een peertje te eten. De peer.
Zo, ik ben eens naar kijken. Wel heel fier op. Ze zijn mooi aan het delen, dat is nog maar blij. Deze knallen. Oké, hij staat misschien niet scherp, maar wel op de vloer. Maar het is toch schattig. Om ze bezig te zien. Mijn kindjes. Wanneer je dit een leuke video ziet, duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.